Yo, Nintendo fans, welkom bij een gloednieuwe video. Maar vandaag is een mooie dag, want de Nintendo Switch OLED is uitgekomen en ik heb hem gekregen van Nintendo. Dankjewel. En je raadt al wat we gaan doen in deze video. We gaan hem even uitpakken. We gaan hem vergelijken met de oude Nintendo Switch. Dus doe je duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat wil zien. Precies, we gaan beginnen. Als we naar de doos kijken, dan valt eigenlijk één ding gelijk op. Die is namelijk veel kleiner dan de normale Nintendo Switch doos. Dat betekent overigens niet dat deze Nintendo Switch kleiner is. Het scherm is zelfs groter. En niet alleen het scherm is groter, ook de opslagcapaciteit is groter. Want deze Nintendo Switch heeft maar 32 GB opslag. Deze nieuwe OLED Switch heeft 64 GB opslag. Goed, kan deze doos weer weg. Laten we maar eens gaan kijken wat er allemaal in zit. Hoe gaat deze open? Kijk, hier zit een lipje. Oké dan, yes! De Nintendo Switch OLED heb je in twee kleuren. Namelijk de originele neonrood en neonblauw. Maar de mooiste Nintendo Switch OLED heeft toch echt wel witte Joy-Cons. Oeh, super nice! Ja, deze zijn wel echt vet hoor. Ik hou wel van dat mooie wit. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk de Nintendo Switch zelf. Met een groter scherm en OLED kwaliteit. Wat inhoudt dat zwart echt heel mooi zwart is. En de kleuren er echt uit poppen. Let's go! Dit voelt altijd zo magisch om hem voor het eerst uit de verpakking te halen. En ik zie eigenlijk gelijk dat het scherm groter is. Want je ziet gewoon dat de randjes kleiner zijn. Oké, laten we de Joy-Cons er even opdoen. Klik! En klik. En dan kom ik gelijk bij het volgende punt. Want deze oude Nintendo Switch, die zet je zo op deze manier neer op je tafel met zo'n heel klein clipje. De nieuwe Nintendo Switch OLED heeft het echt flink verbeterd. Want nu hebben we dus gewoon zo'n standaard over de volledige breedte van de Switch. En ja, dat staat toch echt wel een stukje steviger. Oh ja, dit ziet er wel vet uit. Ik weet niet of het overkomt zo op het scherm, maar de kleurtjes zijn echt veel helderder. Alhoewel, als ik ze zo naast elkaar neerleg, dan voelt de OLED Switch voor mij gewoon veel warmer of zo. En ik moet wel zeggen, het rood is wel echt roder dan op de normale Nintendo Switch. Eigenlijk is het contrast gewoon veel hoger en dat is wat OLED doet. Ik laat jullie gewoon eventjes kijken naar het begin van Super Mario Odyssey met de normale Switch en de Nintendo Switch OLED naast elkaar. Oké, tot zover het scherm. Maar er zit natuurlijk nog meer in de doos. Uiteraard een HDMI-kabel, de stroomkabel, een houder als je de Joy-Cons hierin wil doen en bijvoorbeeld op de TV wilt spelen, nieuwe polsbandjes en volgens mij is de structuur van het bandje zelf net even iets anders, de docking station. Want die is toch wel heel anders. Bij de witte versie van de Nintendo Switch OLED is de docking station namelijk ook mooi wit. En in plaats van een groot Nintendo Switch logo op de voorkant, is het nu eigenlijk een stuk kleiner en is die er echt ingegraveerd. Je kan het ook echt voelen. De onderkant is zwart. Aan de zijkant zitten weer twee USB-ports. Maar zoals je kan zien is de achterkant ook heel anders. Het gaatje waar de kabels doorheen komen is net even iets mooier afgewerkt. En waar je hem bij de oude Nintendo Switch dock nog echt openklapte, lijkt het alsof je hem afbreekt
Maar dat hoort. Je kan hem er gewoon afhalen. En een van de belangrijke dingen aan het dok is dat er nu ook een LAN-poort in zit. En dat zorgt er dus voor dat je dit aparte ding niet meer hoeft te halen om hier je internetkabel in te doen. Super handig. Wat mij verder nog opvalt ten opzichte van de vorige Nintendo Switch dock, is dat hij nu wat mooie afgeronde hoeken heeft. Het staat toch wel mooier in je interieur. En aan de binnenkant glanst de Nintendo Switch ook en is die net even iets anders gemaakt. Dus hopelijk ook gewoon minder kans op krassen op je Nintendo Switch. Dat was hem, de unboxing van de Nintendo Switch OLED Edition en dan de witte versie, waarin ik die vergelijk met de normale Nintendo Switch. Als je dit nou een vette video vindt, doe dan zeker even dat duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!